En daar wil ik jullie even in meenemen. Something completely different. We komen uit 1987. Het landsdeel zullen jullie al wel herkend hebben. Het gaat over Groningen. En zoals allemaal weten, is iets aan de hand in Groningen. En er is een meneer in Groningen, dat is Cor Dwarshuis. En die woont in de buurt van Loppersum. En die heeft wat scheuren in zijn huis. En die heeft heel erg zijn best gedaan om de informatie van het kadaster, van het KNMI beschikbaar te krijgen over aardbevingen. En hij heeft die data gekregen, die is ook beschikbaar gesteld als open data. En hij heeft daar deze visualisatie van gemaakt. En zoals je wellicht al door hebt, dit is een visualisatie van het aantal aardbevingen sinds 1987 en op welke plaats dat er zijn. Af en toe hoor je een tingetje. Dat zijn aardbevingen die hebben een kracht die sterker is dan een kracht 3. Wat deze meneer ook gedaan heeft is, je hoort dat geluid een beetje op de achtergrond. Dat klinkt een beetje spooky, hè? En niet zo'n heel comfortabel gevoel bij deze website. Dus hij kleurt het ook in. Hij heeft het op een bepaalde manier heeft zijn boodschap naar buiten toe gebracht. Maar dat er iets aan de hand is in Groningen, dat zie je wel, hè? Hele economie, de verbruikers, de staat en de betrokken maatschappijen en de industrie hebben van dit aardgas het nodige voordeel. Dit was minister Andriessen in 1963 toen het gas aangeboord ging worden. Iedereen zou er voordeel van hebben. Nou ja, wie heeft nu het gevoel dat er in Groningen echt iets aan de hand is? Ja, hè? Dit gaat verder dan die scheuren in die muren. Af en toe zie je ze op het journaal zo'n teleurgestelde Groninger die kijkt naar buiten door die scheur. En dan denk ik van ja, jee, dat is wel heel erg. Maar toen ik dit plaatje voor het eerst zag, toen raakte het me ook echt. Ik denk, verdomme, er is echt iets aan de hand daar. Je zal er maar zitten. En er zijn zo ontzettend veel aardbevingen daar. Er is zoveel beweging in de grond. Dat moeten we echt oplossen met elkaar. En dat betekent, dat vind ik zo ontzettend mooi van deze toepassing. En die kon ook alleen maar gemaakt worden, omdat die data beschikbaar gesteld werd door het KNMI als open data. En hij, meneer Dwarshuis, heeft daar ook zijn voordeel mee gedaan. Hij heeft daar ook gewoon deze toepassing van kunnen maken. Open data heeft hem een andere informatiepositie gegeven. Het heeft ervoor gezorgd dat hij ten opzichte van de NAM, ten opzichte van de overheid, gewoon een veel eerlijker zijn verhaal kon vertellen. Van luister eens even, dit is er aan de hand daar. Zo erg is het in Groningen. En daarmee heb ja, vraag. Dit is op verzoek hoor. Jawel. Maar het is nu wel beschikbaar als open data. Hè. Dus het is inderdaad, de eerste keer was de trigger was op verzoek dat het beschikbaar gesteld werd. Maar het is nu inderdaad gewoon voor ieder gewoon vrij verhergebruik beschikbaar. Maar je ziet dus